verrijkt u zelf met dit soort smerige uitzuigersgerotzooi. Hoe durft u nog onder ogen te komen? Hoe durft u zich nog onder de mensen te vertonen, vader? Maar iedereen heeft wel eens last van hebzucht, toch? Ja, soms betrap ik me er wel eens op dat ik het fijn vind om wat geld te hebben en leuke dingen te kunnen doen. Maar dat is nog geen hebzucht natuurlijk. Hebzucht is als je echt alleen maar daarmee bezig bent. Nou, maar dat is enorm veel geld, man. Ik wil geen enkel risico lopen, dat begrijp je toch wel, meneer Simon? De regisseur had een concept om met z'n allen, wij acteurs, gaan de vrek een lesje leren. Een vrek anno nu, 2015, is denk ik jouw buurman of die een net pak heeft en alsmaar bezig is met zijn aandelenkoersen en met beleggingen en met zwart geld misschien ook wel, weet ik veel. Vanaf vandaag zijn er een week lang try-outs, waarna de première op 23 februari in de Amsterdamse Schouwburg is. Wat moet je leren als je het theater uitloopt? Wat moet er dan in je hoofd zitten? Dat je niet je vertrouwen en je geloof en je religie in geld moet stoppen. Ik hoorde dat jij wel tonnen krijgt voor deze rol. Tonnen shit.